Links Floor Doornwaard uit Heerde. Zij is een groot talent, net 21 geworden. En hier de favoriet, Maureen Koster. En natuurlijk Diane van S. Voor haar is het ook heel belangrijk, want zij wil graag nog naar het EK uit Rotterdam. Al winnares van de 8 van Apeldoorn in 2020. En vorig jaar ook op de 5000 meter kampioen outdoor. En Diane van S laat gelijk haar ambitie zien. Ze pakt de kop. En heel brutaal Floor Doornwaard daar voor Maureen Koster nog. Dan iets later in de race van S, Koster, Doornwaard. Dat is de volgorde. Daarachter Kraus en Ummels, ervaren loopsters die altijd goed zijn voor hoge posities op Nederlandse kampioenschappen. Vaak medailles ook. En helemaal achterin loopt Tess van Randwijk, debutante van 16 jaar uit Apeldoorn. Maar ze zal geen hoofdrol spelen. Doornwaard hier op kop van de achtervolgers, want het duo van S, Koster is er al vandoor. Koster al gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap. Maureen Koster uit Gouda, 28 jaar, natuurlijk al vierde geweest op EK en WK in het verleden indoor. En de limiet al binnen. En Doornwaard leidt de achtervolgers nog steeds. Maar dan het moment dat Koster er genoeg van heeft en gewoon wegloopt bij Van S. Dat is een klap voor Diane van S, want die wil dus in principe record lopen, maar het is Koster die wint. En dan zien we ook nog Ummels naar de tweede plaats lopen en Van S wordt slechts derde. Floor Doornwaard zien we niet finishen, maar zij wordt vierde in een persoonlijk record. Heel knap van de atleten uit Heerde. Hier Maureen Koster de winnaar en Floor Doornwaard is heel diep gegaan, zien we. En Van S baalt. Vierde op je NK, tevreden? Ja, op zich wel. Vierde is altijd een beetje een stomme plek. Maar ik heb een PR gelopen, dus ik vind altijd wel met PR moet je gewoon altijd tevreden zijn. Dus, en indoor ook nog. Dus. Je zegt, ik ben tevreden. Hoe tevreden ben je? Want je hebt lang niet indoor gelopen. Ja, ik weet niet. De laatste keer dat ik... Nou ja, ik heb vorige week nog gehaast, maar de laatste keer echt een indoor wedstrijd, die weet ik niet eens meer. Dus ja, ik ben gewoon blij dat ik fit genoeg ben om indoor te lopen. En het is gewoon weer een goede prikkel voor outdoor seizoen. En dat is het belangrijkste, dus. Je liep een hele tijd op de derde plek. Had je het gevoel dat die medaille erin zat? Ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon... Ik wilde gewoon een snelle race van maken, omdat er zo weinig wedstrijden zijn. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel vaak met een 3000, dus ga ze gewoon boemelen, rustig lopen. En dan de laatste 1000 opeens hard. Maar ik dacht, ik wil gewoon een harde tijd lopen. Dus ik opende volgens mij een 3-4 of zo. Dus dat was wel prima. En toen dacht ik van, ik ga hem gewoon proberen door te trekken. Dus ik vond het niet heel erg om hard te lopen eigenlijk. Volgend jaar dan met de medaille? Ja, precies. Sowieso.